Na 200 jaar komt er een einde aan het brouwen van bier op landgoed Bergzicht De Raaf tussen Heumen en Molenhoek. Brouwerij Graaf van Heumen stopt met het zelfbrouwen van bier. De brouwerij brouwde sinds 2008 bier op deze locatie waar eerder de Witte Raaf werd gebrouwen. De eigenaren geven nu aan zich volledig te willen richten op hun core business: namelijk het organiseren van feesten en partijen op het landgoed. Daarnaast wil men investeren in hun eigen kwaliteit van leven. Het bier is daarmee niet ten dode opgeschreven. Hoewel de brouwketels verkocht zijn aan een hotel in Veendam, is men actief op zoek naar een externe brouwer om het bier te blijven brouwen. Tot die tijd kan er geteerd worden op de nog aanwezige voorraad. Er wordt in heel Nederland gezocht naar een nieuwe brouwlocatie, dus de kans is aanwezig dat Graaf van Heumen in de toekomst geen lokaal gebrouwen bier meer zal zijn. In Nijmegen en de meeste omliggende gemeenten is Zwarte Piet ook dit jaar weer zwart of bruin. De gemeente Wiegen kiest er opnieuw voor om deels roetveegpieten te gebruiken en de bruine schmink wordt wat lichter van kleur. Nijmegen voert als redenering op dat het de kinderen niet wil verwarren met regenboogpieten als die dit jaar niet in het Sinterklaasjournaal voorkomen. Hoe Zwarte Piet er op tv wel uit gaat zien is nog niet duidelijk. Wel werd bekendgemaakt dat het een bondgezelschap zal worden. Ook in Beuningen worden de pieten aangepast op de stijl waar men op televisie voor kiest. In Nijmegen komt Sinterklaas op 18 november om 1 uur aan. Wethouder Bert Veldhuis verzoekt de Nijmeegse gemeenteraad een coördinatieregeling mogelijk te maken voor de ontwikkeling van industrie bij de Ovatonden. Die regeling kan ervoor zorgen dat de processen rondom de ontwikkeling simultaan kunnen lopen en daarmee bij voorkeur binnen een jaar afgehandeld zijn. Al lange tijd heeft bouwmark Hornbach de wens om op deze locatie een filiaal te openen met een drive-in tuincentrum. En het bedrijf drinkt nu aan op zekerheden betreffende de bouw van haar winkel. Op deze locatie is ook ruimte voor een tankstation en een restaurant. Dat volgens de wethouder in ieder geval geen McDonald's zal worden. Verder industriële ontwikkeling van het gebied tussen Lent en Ressen wordt door de provincie Gelderland niet toegestaan. Het gebied krijgt een groen parkachtig karakter in het verlengde van Park Lingenzegen.